misschien wel heel leuk om elke dag even een feitje te delen. Goedemorgen, nieuwjaarsdag vandaag en ik ben gaar. Ik heb wel op zich redelijk geslapen, maar ik ben gewoon moe en gaar. En we gaan zo de boeien opruimen. Marco en Sarah die liggen voor de tweetangen. Ik heb een theetje gezet en ik heb alvast de kisten gepakt. Dan gaan we zo alle kerstversiering even opruimen. Want die moet weg en even kijken of ik ze uit hun werk krijg om die visionbordjes vandaag te maken. Maar ik heb er nog twijfels over. We gaan het zien. Nou, we zijn echt te traag geworden vandaag, maar goed. De kerstboomversiering is eruit, dus de kerstboom moet zo weg. Ik heb nog een paar dingetjes daar, maar het meeste in huis is ondertussen wel weg. En we hebben natuurlijk die Albert Heijn huisjes en nog wat dingetjes erbij. Dus ik kwam er ook achter. Ik heb van die boxen waar ik alles in opsla. Dat zijn deze. Maar ik heb er gewoon in nodig en ik heb ook allemaal die boxen boven staan en dan staat overal op wat erin zit. Dat is echt ideaal, want zo heb ik een box voor Pasen en een box voor de kerst. Oh, Tan Wouter. Ik zou bijna Tan Wouter vergeten. Die moet er natuurlijk ook in. Ik zie elke keer weer nieuwe dingen dat ik echt denk, oh ja, aan de lijst, daar hangt ook nog. Dus ik dacht dat ik er bijna was, maar ik ben er dus niet bijna. Maar ik vind het zo lekker als het dadelijk weg is. Even lekker fris beginnen, even gewoon opgeruimd. Ik vind het heel gezellig, alle kerstversieringen altijd. Maar ik vind het ook wel heel leuk als we het gewoon allemaal opruimen. En we gewoon weer kunnen ademen. Marco is de doos van de kerstboom en dat soort dingen nu aanpakken. Deze is in ieder geval, oh nee, daar kan nog één die ketting in. En de winkels zijn nu natuurlijk dicht. Dus ik kan niet zo'n nieuwe box kopen nu. Dus dat is wel jammer. Maar dat morgen weer een dag dan maar hoor. We gaan ook trouwens boven, we hebben zo'n schot waar al dit soort dingen achter staan. Maar we hebben ook nieuwe laminaat op zolder gelegd. Dat heb ik allemaal niet gefilmd. Maar achter dat schot staat ook nog van oud laminaat, reserve laminaat. Maar ja, dat hebben we natuurlijk helemaal niet meer nodig. Dus dat moet ook even eruit. Dus ik zou als we nou heel even tussendoor, nu we toch de helft achter dat schot vandaan moeten halen, even alles erachter vandaan halen. Kunnen we het even gewoon allemaal uitzoeken. En dan goed erachter ruimen. Dat is aan de ene kant geen goede timing, omdat we met te veel bezig zijn. Maar aan de andere kant, ja, nu moeten we toch al heel veel eruit halen. Dus laten we het dan in ieder geval in één keer goed doen. We zijn vandaag echt heel actief geweest. We hebben alle kerstspullen opgeruimd, maar het klinkt ook hol. Dit is de slaapkamer. En die hebben we leeggehaald en voor een heel stuk klus klaargemaakt. Dus die wordt de aankomende week, twee weken, afgemaakt. Er moet nog wat platen, alles in, dan gestuukt. En dan moet hij natuurlijk ook geverfd en alles worden. Dus het gaat nog wel heel wat werk worden. En er liggen nog wat, zeg maar, persoonlijke spulletjes en zo. Die moeten er ook uit. Dus daar gaan we ons mee bezighouden. En mijn been houdt voor nu een beetje op. Maar goed, we zijn een heel eind op weg. Ik heb daar nog wel een kast staan die moet weg. En er liggen wat spullen op. Maar dit zijn allemaal van die laatste spulletjes die je dus echt één voor één in je hand hebt om te kijken, oké, wat moet ik hiermee? In plaats van de grote spullen die je in één keer weet. Het klinkt hier ook echt heel raar nu. Zo stom als er spullen weg zijn, dan klinkt het gelijk ook heel anders. En we moeten nog even gaan zinnen, want we hebben hier natuurlijk de inloopkast in. Maar dit wordt dichtgemaakt, dus ik moet even gewoon een zootje kleding eruit halen. Die dan, waar we dan gewoon voor nu wel bij kunnen. En de rest, ja, daar kunnen we dan heel even niet bij. Maar anders wordt het in- en uitlopen. Nou, ik ben nu momenteel toch beperkt, want ik pas de helft van mijn kleding niet en ik kan nog steeds geen strakke pijpen aan. Dus ik heb toch maar een paar broeken die ik momenteel nu draag. Dus dat, maar dat is de taak van morgen. Ondertussen zijn we best wel moe en hebben we echt heel veel gedaan. Met een beetje tegenlicht van achter en Sarah's gezang er doorheen. Ik was de hele tijd muziek aan het afluisteren en ik ben heel ver. Afluisteren. Freddie Merton. Oké. Okay.
Maar ik wil lekker heel even geen muziek te hebben. Zelfs trouwens vroeg dat op bij mijn schoon met een herrie. En ik ben een nieuwe kalender aan het invullen. Normaal doe ik dat eerder. Dus we hebben wat van die gezinskalenders. Dat zijn zulke. En moet ik zeggen, de vorige had je de... Neem ik maar eens bij. Had je de naam hier. Dat heeft deze niet. Vind ik wel jammer. Dus ik heb het hier heel klein gezet. En dan kan je zo per dag iedereen's afspraken erop zetten. En zeker aangezien we soms heel erg met elkaar leven. Maar soms ook heel erg langs elkaar heen leven. Is zo'n kalender wel echt mega fijn. Ja. Ja. Naar waar naartoe? Naar de bioscoop. Naar Frozen 2. Naar de Frozen 1. En dat is heel leuk. Want dat is mijn favoriet. Oh, ik zal gelijk nog even een appje sturen. Hoe laat we klaar moeten staan morgen. Hoe laat morgen. Dan kan ik dat gelijk goed op de kalender zetten. Ja, Freddy Merton. Ik zit in de Freddy Merton bij. Sarah is echt raar. Hallo Freddy Merton. Raar, olé, olé. Sarah is zo raar, olé, olé. Omé, omé. Sarah is zo raar, Sarah is zo raar. Sarah is zo raar, olé, olé. Kijk, papa doet mee met de muziek, hoor dit. Sarah die is raar, olé, olé. Sarah, die is een schattenboutje, olé, olé, olé. Nou, goed dat je zo over jezelf denkt. We moeten echt heel veel op de kalender zetten, want ik had echt... Bingo! Behalve die letters nog niks opgezet. Nou, we zetten wel weer een muzieknummertje aan, want dit gaat het niet worden. Ik was al even een stukje You aan het kijken, Marco is net naar bed gegaan. En Sarah die heeft een schurkalender gekregen van Sinterklaas. Dat is deze. Broodje Aap, schurkalender 2020. 366 bijzondere, vreemde, sterke, ongeloofwaardige en grappige verhalen en feitjes. Dus ik dacht, misschien is dat wel leuk om ze te delen. En voor vandaag hebben we dit feitje. Klinkt als een klok. Hans Klok is waarschijnlijk Nederlands bekendste illusionist. Toch werd Hans Klok niet geboren als Hans Klok. Zijn echte naam is Hans van der Zaag. Maar omdat hij vreesde voor flauwe grappen vanwege zijn achternaam in combinatie met zijn beroep, waar uiteraard met enige regelmaat een vrouw moest doorzagen, heeft hij zijn naam veranderd in het goedbekkende Klok. Die naam klinkt inderdaad als een klok, waar of niet waar. Nou, dan hebben we hierna nog lekker scherp weer. 365 te gaan. Dus ik denk... Misschien wel heel leuk om elke dag even een feitje te delen. Ik heb geen idee wat er allemaal voor dingen in staan. Ik ga ze ook echt niet lezen. Ik deel ze wel en als het niet leuk is, dan stop ik er gewoon mee. Ik heb ook net thee gezet, dus ik ga nog een heel klein stukje You kijken. Ik ben helemaal bij met editen trouwens. De vlog van gisteren, die staat te renderen. Dus dat is helemaal bij. En ik mag binnenkort gaan verf uitzoeken voor de slaapkamer. Daar heb ik echt heel veel zin in. En even kijken, want onze auto die moet naar de garage. En dat gaat over, even denken, 5 dagen gebeuren. De klok is net over. Het is 3:12. En met de inbraak was er al een van onze autosleutels gestolen. Dus daar komt een vervangenisset voor. Dat gaat gewoon via de verzekering. En nu was er ook nog iets mis met onze auto. Al weten we nog niet eens precies wat. Maar ja, we konden niet eerder een afspraak maken. Door de jaarwisseling en de garage dicht en alles. Dus dat kan nou ook pas de 6e. Dus ik zit gewoon die 5 dagen zonder auto. En dat vind ik echt stom. Dus ik moet even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Want ik wil eigenlijk verf al halen. Ik heb zo'n krattenrek erbij. Ik moet een krat halen. Ik moet allemaal dingetjes halen. Dus... Maar ja, komt vast wel goed. Nou, ik heb het uiteraard weer echt veel te laat gemaakt. Ik zie er ook echt trouwens niet uit vandaag. Maar goed, dat was wel even lekker. Geen make-up op, hoef ik er ook niet af te halen nu.
Ik ga lekker mijn bedje in. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het ondanks de saaie dag toch nog een beetje een leuke vlog was. Laat natuurlijk een reactie en een duimpje achter. En vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen. Doei doei!